al die gerechten, dat wordt dus mixed grill met Slovakie en kofta en zoete aardappelstampot met kruidenkaasblokjes. Nadat je de aardappelen hebt geschild, snij je ze een beetje in gelijke stukken. En dan ga je ze koken 12 tot 15 minuten in bouillon. Ik heb nu twee rode uien in halve ringen gesneden. Die ga ik vervolgens 6 tot 8 minuten op middelmatig vuur bakken. Nadat de aardappels klaar zijn, stamp je ze. Ik heb er een klein beetje melk doorheen gedaan, dat die een beetje normaler werd. Voeg je de rode ui toe die gebakken is. Die doe je, tenminste dat doe ik niet met de stamper, maar die doe ik gewoon zometeen met een lepel erin. Anders is de structuur van je uien kwijt. Bij het gehakt heb ik de oregano gedaan, de knoflook en er gaat zometeen een gesnipperde rode ui bij. En dat gaan we even door elkaar mengen. De tomaatjes die zouden eigenlijk in de oven moeten, maar daar had ik geen zin in. Want hetzelfde resultaat krijg ik ook in de koekenpan. Bak ze ongeveer 10 minuten in de koekenpan of in de oven. En dit zijn dan de tomaten na 10 minuten koekenpan. Ik zeg hetzelfde als uit de oven, maar goed. En zo komen we op het punt dat de kofta's en de kipfiletjes in de pan liggen te bakken. Eigenlijk zou je de kipfiletjes in de oven moeten doen, maar daar had ik ook weer geen zin in. Zo wil het ook. En bij deze het eindresultaat. Ik zou zeggen, eet smakelijk.